de Bijbel openen en het boek Romeinen. Daarvan het 11e hoofdstuk. En daarvan de laatste versen 33 tot en met 36. En als thema boven de preek heb ik geschreven: ware dankbaarheid uit zich in aanbidding. Ware dankbaarheid uit zich in aanbidding. Romeinen 11, vanaf 33. En daar staat: o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven? En het zal hem vergolden worden, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil eerst nog een zegen vragen ook over dit woord. Vader in de hemel, we hebben uw woord geopend voor ons liggen. Heere, waarin Paulus een loflied aanheft en ik bid, wilt u geven dat ook wij, als we deze woorden overdenken, een loflied in ons hart mogen opheffen. Als ware dankbaarheid aan u. Heer, wilt u de woorden terugschenken in mijn gedachten, in mijn hart. En wilt u ze dragen door de Heilige Geest naar de harten van ieder van ons. Heer, ik bid u dat in Jezus' naam. Amen. O diepte van rijkdom. Het eerste opvallende woord is eigenlijk rijkdom wat hier staat geschreven. En we weten als we spreken over aardse rijkdom dat het eigenlijk iets is wat vaak aan ons trekt. Het kan een bepaalde status geven. Het geeft een bepaalde macht. Het biedt mogelijkheden. En met de rijkdom kunnen we veel dingen doen. Echter is vaak ook rijkdom een belemmering voor ons geestelijke leven. Immers, ons hart wordt vaak gezet op de rijkdommen van deze wereld. Misschien onbewust, misschien bewust. Echter, er is een ander soort rijkdom waar de Bijbel over schrijft. En waar Paulus over schrijft deze middag. En dat is een hemelse rijkdom. En dat is een goddelijke rijkdom. En deze rijkdom is juist geen belemmering voor ons geestelijke leven. Maar dit is een verrijking voor ons geestelijke leven. En inderdaad, hier mogen we ons hart wel op zetten. En dit vraagt ook naar meer. Deze rijkdom vraagt naar meer. We willen deze versen doorwandelen. En ik heb er eigenlijk opgedeeld in drie gedeeltes. Het eerste is eigenlijk het zien. Dat is vers 33. Dan, en dat is vanuit het Bijbels perspectief, ook wat Paulus over geschreven heeft in de aanlopende hoofdstukken. Dan een stuk erkenning en de vraagstelling die Paulus hier doet. En dan vervolgens het derde gedeelte, de aanbidding. En dat is ook wel toepasbaar ook op ons leven. In de eerste plaats het zien. En Paulus, hij schrijft hier een gedeelte en sluit hier een gedeelte af. En staat als het ware in volle verwondering van datgene, dat voorgaande wat hij uit de doeken heeft gedaan. Wat hij heeft uitgelicht en toegelicht. En in verwondering begint hij deze zin: o diepte van rijkdom. O diepte van rijkdom. En die eerste o, die staat in feite voor de verwondering. De bewondering van datgene wat hij ontdekt heeft. Van die schatten, van de rijkdom. En we weten, de Bijbel die kent geen onderstrepingen. De Bijbel kent ook geen vetgedrukte letters. Maar wel bepaalde aanzetten. Op bepaalde woorden die gebruikt worden. En zo gebruikt dit vers ook: o diepte van rijkdom. En we kennen de voorbeelden wel, bijvoorbeeld in bepaalde liederen. Als we bijvoorbeeld een lied hebben: o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zendt uw troost ons neer. Dan geeft het als het ware die bewondering voor de Vader, voor de Zoon en voor de Heilige Geest. Het zet als het ware de nadruk op. En vanmiddag zet Paulus ook de nadruk op die diepte van de rijkdommen. De schatten die als het ware misschien op het eerste oog zo verborgen liggen. Maar wat Paulus gezien heeft, waar hij zo verblijft en zo verheugd over is. Dat hij komt in ware aanbidding. Zeer nauwkeurig heeft Paulus verschillende thema's behandeld. Hij heeft gesproken over de Heer Jezus Christus als Gods Zoon.
Hij heeft gesproken over het geloof in Christus, wat tot gerechtigheid is voor een ieder die gelooft. Zowel voor de Joden als ook voor de heidenen. Hij heeft gesproken over Christus, die stierf voor de goddelozen, in Romeinen 5. Hij heeft gesproken over de genade versus de wet. Hij heeft gesproken over de geopenbaarde heerlijkheid die in de Heer Jezus is te vinden. Hij heeft gesproken over de verkiezende liefde van God. Hij heeft gesproken over de heidenen die ook tot het geloof konden komen. En hij heeft gesproken over de beloftes die erin liggen voor Israël. En als het ware zet Paulus een stap achteruit en aanschouwt het complete meesterwerk van alle beloftes, van al die rijkdommen die daarin te vinden zijn. En we weten, als we een prachtig mooi schilderwerk van Rembrandt bewonderen, en we nemen een vergroting van een bepaald gedeelte, dan zien we heel veel detail. In elk onderdeel van zijn schilderij zitten prachtige details, waarin we de kleurfacetten zien, waarin we de lichtval zien, waarin de details zo geweldig mooi zijn uitgewerkt, dat we er niet naar uitgekeken raken. En zo is het ook geweest met al die onderdelen die Paulus heeft uitgelicht. De genade, de verlossing, dat de Heer Jezus gekomen is. En stuk voor stuk waren het meesterwerken van Gods heilsplan. En Paulus, hij neemt als het ware die stap achteruit en valt in ware aanbidding voor deze God en Koning. Hij neemt dus als het ware mee naar die top van het dak. Naar de top van de berg. Naar de hoogste top. Naar de Mount Everest. Of nog hoger. Naar het hemelse vergezicht. En hoe hoger we staan, hoe beter ook het zicht is. En als we spreken over iets wat diepte heeft, dan moeten we ook een afstand nemen om de juiste diepte te kunnen zien. Als we er recht voor staan, dan is die diepte vaak niet zichtbaar. Maar op het moment dat we het afstand nemen, dan is de juiste diepte ook zichtbaar. En hierbij gaat het om het plan dat God heeft met deze wereld. Het plan dat God heeft met zijn volk Israël. En het plan wat doorging, dat ook de heidenen tot geloof konden komen. En we hebben hierbij de hulp van de Heilige Geest nodig. Om dit plan te kunnen doorgronden. Om ook deze diepte van rijkdom te kunnen zien. En ons te kunnen verheugen. En wat zag Paulus? Wat had hij ontdekt en waarvan was hij zo onder de indruk? Wat lag verborgen onder datgene wat zo oppervlakkig hier lag en wat nog niet zichtbaar was? Wat is die rijkdom van die kennis en wat is die rijkdom van die wijsheid? En deze rijkdom is met name te vinden in de redding, in de zaligheid, in het plan van God dat hij had om zijn Zoon, de Heer Jezus, te geven. En we zien dat Paulus als het ware zijn schrijven onderbreekt en de tijd neemt om hier woorden van een bidding voor de Koning der Koningen op te schrijven. En om in vreugde en aanbidding te komen. En deze redding die is op grond van genade. Redding op grond van Gods genade. En het zijn die talloze zegeningen die in het evangelie te vinden zijn. En die uiteindelijk uitmonden in dat grote doel, alle glorie, alle eer aan God zelf. Alles tot dat ene doel, dat eer, dat glorie van deze majesteuze God. En God heeft zijn genade bewezen aan de Joden. En God heeft zijn genade ook bewezen aan de heidenen. Hij heeft ook zijn genade aan ons bewezen, ook zoals we hier zitten. En dat is niet op basis van het feit dat er iemand beter is dan de ander. Ook niet op basis van het feit dat we misschien uit een bepaalde familie komen of uit een bepaald geslacht voorkomen. Dit is niet vanwege dat we kunnen zeggen, wij hebben de intelligentie om het geloof beter te kunnen redeneren of te kunnen bedenken. Het is niet vanwege misschien bepaalde werkzaamheden die we gedaan hebben. Niet vanwege het houden van de wetten die God gegeven had. Maar vanuit zijn soevereine en liefhebbende genade. Door het werk van de Heer Jezus. En Paulus roept het als het ware uit. O diepte van rijkdom. En het illustreert ook iets ondoorgrondelijks. Iets waar we mensen niet bij kunnen komen. En Job schrijft in zijn boek, Job 5 vers 9, hij doet grote werken die niemand kan doorgronden. En zo ook in Prediker 3 vers 11. Hij, God, heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in een hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind
zou kunnen doorgronden. En de zuster die bad net voor de geweldige van de diamant. En zo is ook het evangelie van de Heer Jezus Christus. Als een kostbare diamant. Deze Jezus, hij is ons kostbaar. En die diamant, als er licht op laten schijnen, dan zien we dat er een prachtig kleurenspectrum ontstaat. En zo gauw we die diamant ook maar iets verschuiven en het licht straalt erop, dan krijgt het weer nieuwe kleuren. Een nieuwe kleurenwaaier. En zo is ook het werk van de Heer Jezus Christus. En telkens als we al de facetten van die Christus gebracht heeft, in de redding, in de zaligheid, dan telkens opnieuw kunnen we ons daarin verblijden en verheugen. Het is ver boven ons denkvermogen. En ook de dingen die voor ons onbekend zijn, dingen die wij niet kunnen zien. De wegen van God zijn voor ons onbekend, maar we mogen wel erkennen dat ze uit God zijn. Hij zegt, zowel is die diepte van de wijsheid als van de kennis van God. En ik heb al eerder in een preek heb ik een quote genoemd of een definitie over de wijsheid. En ik wil hem opnieuw noemen. Wijsheid is het vermogen om inzicht te hebben in en de bereidheid te hebben om beslissingen te nemen die leidt tot het beste en het hoogste doel, daarbij gebruikmakend van de zekerste middelen om tot het doel te komen. Ik zal hem nog een keer herhalen, want hij is best wel lang, maar als we er goed over nadenken, degenen die meeschrijven kunnen meeschrijven. Wijsheid is het vermogen om inzicht te hebben en de bereidheid te hebben om beslissingen te nemen die leiden tot het beste en het hoogste doel, daarbij gebruikmakend van de zekerste middelen om het doel te bereiken. Als we dit hierover nadenken, dit is de wijsheid van God. Hij heeft het eeuwige inzicht. Hij heeft ook de bereidheid. En hij heeft de beslissing genomen die leidt tot het beste doel, de verheerlijking van zijn heilige naam, de aanbidding van hem, de koning der koningen. En hij maakte daarbij gebruik van het allerbeste middel. Dat is zijn geliefde zoon, de Heer Jezus. Om te komen tot die zekerheid van het doel. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij heeft een plan uitgestippeld voor deze wereld en hij komt tot zijn doel. En hierin zien we die wijsheid van God. Als we deze wijsheid bestuderen, dan zien we ook dat er geen afname is van de wijsheid van God. Er is ook geen keuze of beslissing die God gemaakt heeft door alle eeuwen heen die onwijs is. Elke handeling die God doet is volmaakt wijs. En elke keus die God maakt is volkomen volmaakt. Hij is wijs in alles wat hij doet. En we zien dat Gods wijsheid verbonden is aan zijn almacht, aan zijn voorkennis, aan zijn schepping en zijn alwetendheid. En deze wijsheid, dat is een kenmerk van God zelf. Op de achterliggende maand hebben we de Bijbelstudie gehad en daarbij gezien Behold your God, see your God. En waar ook naar voren kwam, een van de eigenschappen en de kenmerken van God is zijn goddelijke wijsheid. Zijn wijsheid, Gods wezen. Het is nimmer eindigend. Het is eeuwig en standvastig. En daarom kunnen we er ook op vertrouwen. En elke ziel, elk mens die vertrouwt op deze wijsheid van God, zal zijn goddelijke kracht en zijn machtige wegen ook erkennen. Waarin hij het heil en de verlossing heeft gebracht om te komen tot zijn grote doel. Wat een diepte. Wat een wijsheid. En deze wijsheid is zichtbaar geworden. Het is niet verborgen gebleven, want zijn wijsheid is zichtbaar geworden. En Paulus, hij zag het evangelie in beweging. Hij zag dat de Israëlieten, ze hadden de Messias gekregen. De verlosser was geboren, hij was aangekondigd door de profeten. Alleen de Israëlieten hadden hem afgewezen. Het volk van Israël verhardde zich. En vervolgens werd Paulus gezonden om de heidenen het evangelie te brengen. En om vervolgens door de volheid van de heidenen opnieuw de Israëlieten weer tot geloof zullen komen in de Heer Jezus Christus. En we zien hier het middelpunt. Het centrale gedeelte is de Heer Jezus zelf.
Hij is de ultieme wijsheid. Dat lezen we ook in 1 Korinthe 1 vers 30. Dat Christus voor ons wijsheid is geworden. En hierin ligt die wijsheid opgesloten. Dat de Heer Jezus gestorven is. Aan het kruis van Golgotha opgestaan is. En dat hij zit aan de rechterhand van God de Vader. En daarmee de weg heeft geopend voor zowel de Joden als voor de heidenen. En deze wijsheid komt nog steeds manifest vandaag de dag. Het is manifest geworden in de Heer Jezus Christus. En vandaag de dag toont het zich door de kerk. Vandaag toont hij zijn wijsheid door de gemeente van de Heer Jezus Christus. Hij toont zijn wijsheid ook door degenen die in Christus Jezus zijn. Hij toont zijn wijsheid in u, in jou en in mijn leven. Efeze 3 zegt, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten en de hemelse gewesten de veelvuldige wijze van God bekendgemaakt zou worden volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. Zien we hier het eeuwige voornemen van God dat hij had in de Heer Jezus Christus om zijn kennis en wijsheid kenbaar te maken in de hemelse gewesten. Zo ook wij als gemeente. En daarom de gemeente van de Heer Jezus Christus is geen club. Het is geen groep die maar bij elkaar komt. Maar het is iets wat ook iets toont. Het toont de wijsheid van de Heer Jezus Christus. En aan u en aan jou en aan mij de vraag. Wat ziet de buitenwacht als ze naar ons kijken? Wat ziet iemand als ze naar ons kijken? Triggert ons leven en naar de ander om iets te zien van de Heer Jezus? En triggert onze gemeente iets naar buiten toe om te wijzen op die wijsheid die te vinden is in de Heer Jezus? Dat zijn vragen waar we ook in het nieuwe jaar over na mogen denken. Maar we zien hier de wijsheid van God. God schiep de aarde en hij riep zijn volk Israël. En vanuit het volk Israël kwam de Messias voort. En vanuit de Messias ontstond ook de gemeente. Met één subliem doel. En dat is de verheerlijking van God de Vader zelf. Alles draait uiteindelijk om dat ene doel. En dat is ons alle doel. Zoals we hier allemaal zitten. Wij leven met één doel. Dat is tot eer en tot glorie van God de Vader. En buiten alle twijfel om. God kent het heden, God kent het verleden en God kent de toekomst. En Gods wil en Gods plan is in alles volkomen volmaakt. Ja, ook als we misschien te maken hebben met zware of moeilijke omstandigheden. Als de dagen misschien zo donker lijken. Je moet denken aan de Heer Jezus als hij is bij de hof van Gethsemane en hij bidt. En hij zegt tegen de Heere God en Vader, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En terwijl de Heer Jezus als het ware deze woorden spreekt dan, valt de duisternis van Gethsemane over deze woorden heen. Gods wil domineert over de wil van de Heer Jezus zelf. Gods wil en Gods plan domineert ook over onze levens. Ook als het moeilijk is, ook als het donker is. Ook als we het soms niet weten. En inderdaad, dit beantwoordt niet al onze problemen en al onze zorgen. Maar we weten wel dat de Heer erboven staat. We weten dat Hij zijn soevereine en machtige plan uitvoert. En daarin kunnen we troost vinden en moed vinden, ook als het donker is. Te kunnen zeggen, Vader, uw wil geschieden. Uw wil worden gedaan, ook in mijn leven. Ook in donkere tijden. Dan komen we bij de kennis van God. We hebben het gehad over de wijsheid van God en de kennis van God. En eigenlijk is het een wat vreemde volgorde. Want kennis is het toepassen van wijsheid. Wijsheid is een goed toepassen van kennis. Sorry. Als we ergens kennis van hebben, dan is het wijsheid om dat inderdaad ook goed toe te passen. Maar we zien hier dat Gods wegen niet onze wegen zijn. Maar kennis zet aan tot het handelen. Het toont iets van het diepe verborgen van God.
wat hij doet. En als we de wereldse kennis zouden bestuderen en we zien wat de wereld, hoe de wereld dit definieert. Ik was er aan het zoeken en ik kwam van de filosoof Kuiper kwam ik een uitspraak tegen van de definitie van wijsheid. En ze noemen het het geheel van overtuigingen en inzichten die door wetenschappelijk onderzoek verkregen worden. Dus eigenlijk is de wetenschap gekoppeld aan de kennis. Echter, maar we weten dat aardse wetenschap voortdurend wijzigt. Aardse wetenschap wijzigt zich continu en voortdurend. Een van de grote voorbeelden is bijvoorbeeld jaren geleden, eeuwen geleden, begon men de sterrenkunde. En men begon te omschrijven hoe het heelal in elkaar stak. En men begon te omschrijven hoeveel sterren er in de lucht waren. Nou weet ik niet precies het aantal, maar rondom de 1000 sterren hadden ze geteld. En dat was opgeschreven, genoteerd. Dit was wetenschappelijk bewezen, er waren 1000 sterren. Totdat men iets van een telescoop ging ontwikkelen. En men kwam tot een nieuwe hertelling dat er een paar honderd meer waren. Ze hadden de hele hemel afgezocht en inderdaad, er waren een paar honderd meer. En opnieuw hadden ze de definitie aangepast dat het x aantal waren. Maar toen kregen ze nog grotere telescopen. En nog grotere telescopen. En vervolgens stuurden ze ook dingen de ruimte in om nog verder te kunnen kijken. En men kwam tot die ontdekking dat die sterren ontelbaar zijn. En hierin zien we Gods wijsheid en zien we de aardse wetenschap die verandert voortdurend. Maar Gods kennis, Gods wijsheid staat boven al deze dingen. Want hij was het die sprak en het was er. Het is eeuwigdurend en onveranderlijk. En Paulus, hij roept ook op in zijn brieven om ons te verdiepen in zijn kennis en in zijn wijsheid. En dan zegt hij, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. En zoals gezegd, zoals Job ook al zei. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Gods wegen zijn niet te verklaren. Er is niemand in ons midden die deze dingen zou uit kunnen leggen. En het is onmogelijk om het ten volle te kunnen begrijpen. En hij spreekt over de oordelen, zijn oordelen. En dat zijn niet zozeer de oordelen op het einde van de tijd, niet zozeer de oordelen van de goddelozen die voor zijn troon moeten verschijnen, maar het gaat hier meer om de oordelen in zijn beslissingen, in de keuzes die God maakt, in zijn wijze raad en uiteindelijk het doel van God met deze wereld, om te komen tot die eer en glorie. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. En ook hier zien we weer een citaat uit Jesaja. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En mijn wegen zijn niet uw wegen, spreekt de Heere. En we zien hier het onoverbrugbare verschil tussen het handelen van een eeuwigdurende God en ons beperkte denken. Ons beperkte verstand van een sterfelijk mens. En God handelt voor ons een onzichtbare wijze. En hij voert zijn plan uit. Dan komen we bij het tweede gedeelte. Het gaat over de erkenning. En Paulus, hij stelt hier drie vragen. De eerste vraag is, wie heeft de gedachten van de Heere gekend? En de tweede vraag af, wie is zijn raadsman geweest? En ook hier zien we weer een citaat uit Jesaja 40, vers 13 en 14. En als we deze vragen lezen en we gaan erover nadenken, want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Er is één antwoord mogelijk, niemand. Of wie is zijn raadsman geweest? Niemand. En God zelf, hij is de almachtige schepper. Hij heeft alles geschapen. Hij heeft de mens onder hem geschapen. Hij is de soevereine, almachtige God die van eeuwigheid was tot in alle eeuwigheid. En alles, zijn schepping en alles wat eruit voortvloeit, is aan hem onderworpen. En opnieuw triggert deze vraag ons om te kijken in het juiste perspectief. Wie zijn wij? Wie is God? En we kennen wel de uitspraak van een dubbeltje voor je gedachten. Het kan dus zijn dat we iemand zien die onder een bepaalde omstandigheid verkeert, en waardoor we kunnen zeggen, als we dan zijn gezicht zien, dat we kunnen aflezen aan die persoon, ik weet wat je denkt. Ik weet wat je gedachten zijn. Echter, God heeft niet te maken
met omstandigheden. God is onafhankelijk van omstandigheden. Hij is God. En zijn gedachten zijn verbonden ook met zijn goddelijke en ondoorgrondelijke wijsheid. En niemand zou deze kunnen bevatten. Zoals de psalm ook zegt. En onze eigen gedachten, psalm 90 zegt ook, onze eigen gedachten die vervliegen. En ons leven is zelfs als een gedachte. Hoe kort van duur. En de derde vraag is, of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Opnieuw, deze derde vraag is ook maar één antwoord op mogelijk. Niemand. En ik kan je de vraag stellen. Is hier iemand in de zaal? Is hier iemand aanwezig aan wie God enige verplichting heeft? Niemand kan God iets geven zonder het eerst ontvangen te hebben uit zijn hand. Dat geldt voor ieder mens. Dat geldt zelfs voor Adam, voor de zondeval. Dat geldt zelfs voor de engelen in de hoge. Niemand kan hem iets geven zonder het eerst van hem ontvangen te hebben. Want God zelf, hij is de schepper en de creator van alle dingen. Hij heeft jou geschapen. Hij heeft mij geschapen. Tot het ene doel, tot eer en glorie van hemzelf. Hij heeft ons ons werk gegeven. Hij heeft ons onze omstandigheden gegeven. En wanneer we hem iets geven, mogen we zeggen, Heer, ik geef het uit uw hand ontvangen. Ook als het vandaag dankdag is. En we mogen straks ook onze gaven geven. Maar we mogen zeggen, Heer, ik geef iets. Ik geef iets terug en ik heb datgene van u ontvangen. Ik geef het uit uw hand ontvangen. God zelf, hij is de eerste en hij is de laatste. Dan komen we op het derde punt aan. Aanbidding. Aanbidding. Het laatste vers, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En hier, Paulus, hij begint met die want, verklarende wijs. Want uit hem. En dit is de climax, het doel van alles. Het is uit God, het is door God en het zal zijn tot zijn eer. Tot alle eeuwigheid. En onze levens worden ook verwacht om die in te richten. Tot eer en tot glorie van hem. Onze levens dienen zo ingericht te zijn dat we leven met dat ene doel. Om hem alle eer te geven. Want we zijn uit hem, door hem. En tot hem geschapen. En dit is ook de reden waarom we geleefd hebben in het jaar 2018. En dit is ook de reden waarom we het nieuwe jaar 2019 in mogen gaan. Want uit hem zijn alle dingen. Hij is de oorsprong. Voor ook maar iets bestond. Voor de engelen. Voor de grondlegging van de wereld. De Heere God maakt zichzelf bekend als de Ik Ben. De Ik Ben. Voor alles. Voor alles wat wij hier zien. Voor alle kennis. Voor alles wat hier bestaat. Was God. Het is zijn creatie. Het is zijn schepping. Het is zijn meesterwerk. Alle dingen behoren hem toe. Het is uit hem. Ik hoop ook dat je opmerkt. Dat alles zijn oorsprong heeft uit hem. Hij zelf is de reden dat alles bestaat. En God heeft een plan met alles wat hij ook geschapen heeft, wat hij gemaakt heeft. God komt tot een zeker doel. En daar mogen we onze leven voor inzetten. En er is geen toeval. Er gebeuren geen dingen bij toeval. Maar God laat hierin alle dingen meewerken tot het ene grote doel. En hij staat boven alles wat er gebeurt, ook in onze levens. Ook in de toekomst, ook in het nieuwe jaar. En ook zoals de wereld zegt, of de wetenschap zegt dat de wereld ontstaan zou zijn door het niets, een explosie in het niets, en dat daardoor een wereld ontstaan zou zijn. De wereld is Gods unieke creatie en unieke schepping. Zijn unieke design.
En op het moment dat we als met Paulus hier zo stilstaan, bij deze woorden en erover nadenken en onze gedachten hierbij stilstaan, dan heeft het als het goed is ook een gevolg voor ons leven. Heeft het een gevolg in hoe wij naar God kijken. Dat betekent dat Hij heilig is. Zoveel meer dan wij mensen. Zoveel afgezonder dan dat wij kunnen denken. Zoveel hoger dan de mensen. Zoveel hoger dan onze gedachten. Hij is heilig. Hij is God. En het tweede punt wat ik wil noemen, dat is dat we werkelijk vreugde in Hem kunnen scheppen. Want Hij is de oorsprong van het leven. Hij heeft die redding en die zaligheid gebracht. Hij heeft zijn Zoon gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft. En Hij roept ons op om ons te verheugen in Hem. Wij mogen onze vreugde putten uit Hem, de Koning der Koningen. We mogen leven voor Hem. En met die wetenschap, dat alles in ons leven onder de controle ligt van Hem. En elke dag als we naar ons werk gaan, elke dag als we ontwaken, dat we Hem mogen grootmaken. En dat we met vreugde ons werk mogen doen. En met blijdschap. Omdat we leven voor deze Koning der Koningen. En dat we straks in alle eeuwigheid bij Hem mogen zijn. En ten derde zou dat moeten brengen. Als we dit ook beseffen. Dat we alles willen doen naar Zijn wil. En net als de Heer Jezus zullen zeggen. Vader, uw wil geschieden. Ook in tijden van moeite. Ook als het leven niet altijd even gemakkelijk is. Ook als er tranen zijn. En in de vreugdevolle tijden. Vader, uw wil geschieden. Want u staat boven al deze dingen. En mogen we zoeken in zijn woord. En mogen we ons laten vullen met zijn wijsheid. In 2 Timotheüs 3 staat geschreven. Heel de schrift is door God ingegeven. Van het eerste boek Genesis tot Openbaringen 22. Het spreekt alles van Hem. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Misschien is het je opgevallen, maar dit is eigenlijk een hele compacte getuigenis. Hele compacte getuigenis. Uit Hem, door Hem, tot Hem zijn alle dingen. Alles wat bestaat. Want de meeste mensen kunnen misschien wel zeggen, ja, uit Hem is het. Inderdaad. Door Hem, oké, dat kunnen we ook wel zeggen. Maar tot Hem, ja, tot Hem. Alles bestaat met dat ene doel tot Heer van Hem, deze Koning der Koningen. Want Hij is absoluut met niemand te vergelijken. Hij regeert over alle dingen en Hij heeft ook alle vrijmacht in zijn beslissingen, in zijn keuzes, in de weg die Hij gaat. En Hij bestaat in zichzelf. En Hij, de Heere God, is in zichzelf volkomen onvergelijkbaar. Hij is eeuwig, almachtig. Hij is de meest heilige. Hij is de meest wijze. De meest vrije, de meest absolute. En alles werkt volkomen naar zijn wil. Voor zijn eer. Hij is ook de meest liefdevolle. Hij is de meest genadige. Hij is de meest goedertierende. De getrouwe, vergever. Hij, de Heere God, is een beloner. Van degene die Hem zoeken. Hij is rechtvaardig. In Hem is al het leven. Hij is alle heerlijkheid. Hij is alle goedheid. Hij is alle zegen. En zo zouden we deze lijst oneindig veel kunnen aanvullen. Omdat Hij alles in alles is. Want alles bestaat uit Hem. Alles bestaat door Hem. En alles bestaat tot Hem. Tot zijn eer en tot zijn glorie. Hij is de bron. Hij is de fontein. Van alles wat bestaat. Er is niemand hoger dan Hem. Ook alle mensen staan onder Hem. En we kunnen misschien wel dingen bouwen. We kunnen misschien wel mooie complexe dingen uitwerken. Waar we best wel van onder de indruk kunnen zijn. En we kunnen enorme stuwdammen bouwen. Die water verzamelen. En uiteindelijk ook gebruikt worden om het water weer weg te laten vloeien. We kunnen majestueuze gebouwen bouwen. Echter, ik heb nog geen enkele wetenschapper gehoord die zei, nou laten we nu eens een nieuwe aarde bouwen.
Ik heb nog niemand dat horen zeggen. Ze beginnen er zelfs niet aan. Nog nooit een wetenschapper gehoord die zei, laten we nu eens proberen om een nieuw universum te ontwikkelen. Want er staat alles onder de macht van deze koning der koningen. En je moet dan denken aan dat aan Jesaja staat, wie heeft de wateren met zijn hand gemeten? Het is God alleen. Psalm 111 vers 2 zegt, de werken van de Heer ze zijn groot. Ze worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. En de vraag is aan ons, onderzoeken wij zijn werken? Vinden wij ook vreugde in zijn werk? We kunnen vreugde vinden in het feit dat we door de natuur heen wandelen en we zien de bomen, we zien alles wat God geschapen heeft en we kunnen ons daarin verblijden en verheugen. Omdat Hij alles gemaakt heeft. Maar verblijden we en verheugen we ons ook in zijn genadewerk. In vergeving. Omdat Hij ons wil vergeven. Omdat Hij ons verlost heeft. Omdat Hij ons wil verheerlijken. En dat wij mogen delen in de eeuwige vreugde. In het volle evangelie van Hem. Dat we mogen delen in de genade van de Heilige Geest. Of in de gave van de Heilige Geest. Verheugen we ons in het feit omdat we mogen delen in de aanneming tot Gods kinderen? Zijn we blij omdat we delen in die toekomstige verheerlijking met de Heer Jezus? Zijn we blij omdat we delen in zijn genade? Zijn we blij omdat we de zekerheid hebben dat we in hem geborgen zijn? En dat we delen in Gods rijke heilsplan? Dat we delen in Gods gerechtigheid door de Heer Jezus? En als we hier onderzoek naar doen, als we hierbij stilstaan, als we de Bijbel openen en we ontdekken wat God voor ons gedaan heeft en we vervuld worden met die blijdschap, dan dwingt het ons op de knieën om Hem te aanbidden, Hem de eer, Hem de glorie te geven. Ja, en daar hebben we de eeuwigheid voor nodig. Dat mag hier beginnen. Dat mag in onze slaapkamer beginnen. Dat mag in onze binnenkamer beginnen. In onze huizen, aan onze tafels als we eten. En dat mag zijn tot in alle eeuwigheid. En Paulus, hij eindigt met deze woorden. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En de heerlijkheid, dat betekent dat omvat alle lof, alle dank, alle eer, alle aanbidding. Alles is opgesloten in die heerlijkheid aan hem. Dankdag 2018. We staan op de drempel van het nieuwe jaar 2019. En langzamerhand sluit zich het boek, de laatste pagina's van het jaar 2018. En daarbij heb ik de vraag aan ieder van jullie. Wat is jouw antwoord aan God op het achterliggende jaar? Wat is jouw antwoord? Ben je net als Paulus in die diepe aanbidding? Misschien is er wel iemand die zegt, ja, luister. Mijn omstandigheden waren er gewoon niet naar om hem te kunnen danken. Kijk eens naar het voorbeeld van Paulus. Hij is geslagen, hij is gegezeld, hij is gemarteld, schipbreuk geleden. Ze hebben hem een keer voor dood achtergelaten en uiteindelijk heeft hij zijn leven gegeven. En toch blijft hij standvastig in deze dankbaarheid. Kijk eens naar de Heer Jezus, hij gaf zijn leven. Mogen weten dat alle dingen meewerken ten goede. Ook in zijn machtige raadsplan. Ook vanmorgen als we zo, of vanmiddag als we hier zo bij stilstaan, bij deze woorden. Hem zij die heerlijkheid. Hem zij alle heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Gloria in excelsis Deo. Eer aan God in de hoge betekent dat. Gloria in excelsis Deo. We hebben het vaak mogen zingen. Deze afgelopen dagen. En ik hoop dat het als een refrein in ons hart mag klinken, ook deze dagen door. Gloria to Him. Alle eer aan Hem.
Want Hij is in alles volmaakt. En Hij verdient al onze eer. Hij verdient alle glorie. Hij verdient alle aanbidding. Zijn naam zal eeuwig eer ontvangen. Johannes op Patmos, hij zag er iets van. Hij had een hemels vergezicht en zag de 24 ouderlingen rondom de troon van de zaligmaker van God zelf. En wat deden die ouderlingen? Ze namen hun kronen af en wierpen die voor de voeten van God zelf. Waarom? Omdat Hij alle eer, alle glorie, alle majesteit waardig is. En ze riepen het uit: heilig, heilig, heilig bent U, o God. En Hij is die koning der koningen. En Hij is alles waard. Hij is ons leven waard. Hij is ons huis waard. Al onze financiële middelen. Ons werk. Hij is ons huwelijk waard. Hij is onze kinderen waard. Hij is onze financiën waard. Hij is het waard om volledig beslag te hebben van u, van jou en mijn leven. Zijn we daartoe bereid? Zijn wij ertoe bereid? Ben ik ertoe bereid? Bent u, ben jij ertoe bereid? Om ook in de komende jaar ons leven volledig in de hand van de Heer te leggen. Omdat Hij het waard is. En Hij regeert tot in alle eeuwigheid. Hij heeft geregeerd in 2018. Hij zal regeren in 2019. En Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. Dan mogen we Hem aanbidden in geest en in waarheid. Ik kom terug op de titel van de preek. Ware dankbaarheid uit zich in aanbidding. En dan die ware dankbaarheid, waar bestaat die uit? De dankbaarheid dat God ons roept en trekt door zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus. En die aanbidding is lof. Ik zou zeggen, we hebben een dankdag. Een aanbiddingsdag. Ik zou zeggen, laten we een dankjaar doen. Een dankleven. Niet alleen deze ene dag, maar dat we ons leven zo inrichten naar dankbaarheid voor deze God. En dat mogen we ook tonen straks ook in het geven van onze gaven. Hetgeen wat Hij ons gegeven heeft. En weet ook dat deze koning der koningen een recht heeft op alles. In Psalm 50, daar gaat het over de offers die aan de Heere gegeven worden. En dan zegt de Heere, ja, jullie geven mij dieren. Maar al de dieren van het veld zijn van mij. Zo ook als wij het geld geven aan de Heere. Alles behoort Hem toe. Het is uit genade dat we het van Hem ontvangen mogen. En hierin zien we het Oude Testament. Er werden offers vaak gebracht als dode dieren. Ze moesten geslacht zijn en waren gestorven. Nieuwe Testament. Dan vraagt de Heer om een levend offer. Romeinen 12 vers 1 gaat verder. Waar Paulus doorgaat op dit Bijbelgedeelte en zegt van dat we ons leven mogen geven als een levend offer. Dat is het verschil. Ons leven mogen geven voor Hem. O diepte van rijkdom als we in Hem verdieping. En dat geeft echte, ware vreugde wanneer we ons vullen met Hem. En dat brengt ook de ware dankbaarheid. We mogen alles geven, alle terreinen van ons leven, ter beschikking aan deze koning der koningen. En misschien zit hier wel iemand die nog geen deel heeft aan de hemelse vreugde. Misschien weet je in je hart, ja, ik behoor deze koning, de koningen. Ik heb mijn leven niet in zijn hand gelegd. Ik weet niet wat het is om te leven met Hem. Wacht niet tot het jaar 2019. Nu is de tijd. De Bijbel zegt, heden, als u zijn stem hoort, verhard u niet. De prijs is betaald. Deze Jezus heeft gehangen aan het kruis van Golgotha. Waardoor die weg geopend is tot God de Vader. En Hij zegt, komt, koopt wijn en melk.
zonder prijs. En ook vandaag geldt dit aanbod. Ik zou zeggen voor degenen die de Heer Jezus nog niet kennen in hun hart. Niet wederom geboren zijn. Wacht niet tot 2019. Wie beloofde dat je het haalt? Maar vandaag is de tijd om naar Hem te vluchten. Om dit jaar, 2018, tot een jaar van aanbidding te maken. Omdat Hij ons strekt met zijn liefde koord. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.